Hey, dit is Russell. Hola, cómo estás? Welkom in Valencia. Vandaag ga ik je leren hoe je zegt: waar kom je vandaan? Dus de vraag die je stelt is: de dónde eres? Ja? De dónde eres? Dus van waar ben jij? Ja? De dónde eres? Ja, dus eres, dat komt van het werkwoord ser, zijn. Ja? Je antwoord is dan, hè, soy de, ik ben van, soy de. Nou, ik kan zeggen, soy de Países Bajos, hè, of soy de Holanda, hoor je ook vaak. Maar officieel is het dus Países Bajos, hè, Nederland. Soy de Belgica, soy de Francia, soy de España, ¿eh? Soy de México, soy de Colombia. ¿Ja? Dus je kan verschillende dingen zeggen. Ligt een beetje aan waar je vandaan komt. ¿Ja? Dus de dónde eres, soy de España, soy de Holanda. En je kan ook een stad zeggen, ¿eh? Soy de Utrecht of soy de Madrid. ¿Ja? Soy de. De dónde es ella? ¿De dónde es ella? O ¿de dónde es? ¿Ya? Es de México. ¿Ya? Es de México. ¿Y de dónde es él? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Es de Colombia. Es de Colombia. ¿Ya? En als iemand je vraagt: waar komen jullie vandaan? Dan is de vraag: ¿de dónde sois? ¿Eh? ¿De dónde sois? Nou, en dan ga je antwoorden: Somos de Holanda. Ja, als de hele groep uit Nederland komt, dan ga je zeggen: Somos de Holanda, Somos de Países Bajos. Of Somos de Francia, Somos de Belgica. Ja, Somos. En als je vraagt: waar komen zij vandaan? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Ja, son de Madrid. Ze komen uit Madrid. Ja, son de Madrid. Oké? Dus we gaan heel even snel het werkwoord zijn bekijken. Soy. Ik ben. Eres. Hè? Ella es. Él es. Zij is. Él es. Hij is. Somos. Wij zijn. Nosotros somos. Hè? Sois. Jullie zijn. En son. Zij zijn. Ja? Mannelijk meervoud of vrouwelijk meervoud. Let op, in het Spaans hoef je eigenlijk nooit de persoon erbij te noemen. Dus je kunt gewoon zeggen soy en niet yo soy. Yo soy klinkt een beetje geforceerd. Want de vervoeging is al zo specifiek dat ze gelijk weten over wie je het hebt. Soms is het wel lastig hoor om te weten over wie ze het hebben. Vooral met son. Son, de laatste dus, zij zijn. Nou ja. Maar de context is vaak altijd wel duidelijk en anders kan je altijd toevoegen: hè? Yo soy, y tú eres, als je de klemtoon wil leggen op een bepaald persoon. Ja? Nou, ik hoop dat deze video handig voor jou was, praktisch. Vergeet je niet in te schrijven voor mijn nieuwsbrief om elke week een mailtje te krijgen over mijn nieuwe lessen op YouTube. Ja? Adiós y hasta muy pronto. Que no pierdes a la caramelo con nos éramos que vale, terminó el dolero, yo soy tu bandolero, te volví a probar, que no pierdes a la caramelo con